Donderdag 24 september, de dag van de duivel. Hier is een nieuw Glamorama-journaal. Breek het nieuws voor u ontdekt door Glamorama in navolging van Louisa en Rosanna, onze transgender bruiloft, heeft zender TLC weer een seksconfuus gekkie gevonden om te portretteren. Het rumoerige leven van Chinaya, de ginger transgender, binnenkort te zien op TLC. Jezus, ik voel me een partij kut. Man, weet je wat het... Ah, fuck, ik moet de spullen nog... Ah, kut. Kut, sorry, ik heb een zwarte... Ah, nee. Kut, ik maak mijn hele auto vies. Ah, tyfus. Oké, dit is echt enorm kut. Het is dinsdag. Chania gaat shoppen, maar natuurlijk gaat er weer van alles mis. Godverdomme, man. Ik zie er wel strak uit nog. Ah, tering, hé. Jezus. China Qua filmt zelf haar avonturen en niks is haar te dol. Kijken dus. Gisteren gezien in Extreem Jaloers op RTL 5. Dat is gewoon een teken van echte, ware liefde. Ja, toch. Ze mag me open. Oh, mooi. Echt mooi. Is het mooi? Ja, dankjewel. Of jou, schat. Dat is mooi, hè? Doe me ook nooit meer af. Wat is jouw belofte die je graag aan Ricardo wil uitspreken? Ja, Wendy, leuk om te zien dat zoveel mensen jou leuk vinden. Maar laten we het even hebben over die 68 vrienden, familieleden en kennissen die nog wachten op een ingediend vriendenverzoekje. Zonder jezelf nou niet af, Wen, even accepteren, ooit heb je deze mensen nodig. En dan nu de uitsmijter, die is van Jack Verduin en het nummer heet Waarom verdien ik geen geluk? Ja Jack, dat weten wij ook niet. Heb je er echt alles voor gedaan? Wil je er echt voor gaan? Nou ja, laat maar horen dat lied dan. Waarom verdien ik geen geluk als ik in jouw ogen kijk? Je roept naar andere mannen terwijl mijn hand steeds naar je reikt. Waarom verdien ik geen geluk? Ik ben zo trouw en lief, maar ik zoek nog steeds mijn ware geluk.